December is begonnen, de winter doet haar intrede en Sinterklaas viert zijn verjaardag. In Leeuwarden kunnen ze zich er niet druk om maken. Want hier, op het plein achter mij, staat van 18 tot en met 24 december het glazen huis van Serious Request. Elk jaar worden er veel acties georganiseerd rondom Serious Request. Ook in Leeuwarden zijn studenten bezig om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Wie zijn jullie? Nou, ik ben Sonny en ik ga samen met 5 vriendinnen een actie doen voor Serious Request. En wat gaan jullie doen? Wij gaan de stad in en dan met een t-shirt en dan mag je op ons t-shirt gaan schrijven. Wat is jullie hoop voor een opbrengst voor nu? We moeten het altijd klein nemen, want dan ben je altijd super enthousiast als het weer is. We hopen wel 300 euro. Niet alleen de studenten zijn druk bezig met geld inzamelen. Ook de bedrijven bedenken acties om Serious Request te steunen. Wat is jullie actie? Nou, we hebben een grote cappuccino en wij doen daar chocoladesiroop doorheen. Als topping slagroom en daar bovenop komt nog chocoladesaus. En voor iedere koffie gaat 1 euro naar Serious Request. We turven het bij de kassa af en we hopen gewoon veel geld op te halen daarmee. Wat een goed plan. Doen jullie verder nog iets speciaals voor Serious Request? Nou, eigenlijk gaan we de hele week 24 uur open. Dus we hopen gewoon dat alle mensen gewoon lekker kunnen verwennen met lekkere bakjes koffie. Zodat ze de hele nacht door kunnen komen. Onder het motto Let's clean this shit up gaan de DJ's de strijd aan tegen kindersterfte door diarree. 3FM-DJ's Giel Beelen, Koen Swijnenberg en Paul Rabbering verblijven 6 dagen in het glazen huis. Vorig jaar stond het glazen huis in Enschede. De actie bracht toen 12,2 miljoen euro op. De gemeente Leeuwarden hoopt het bedrag natuurlijk te overtreffen. Serious Request in Leeuwarden? Het leeft enorm, maar niet alleen in Leeuwarden, in de hele provincie. In heel Friesland zie je allerlei acties op ploppen. Ja, super. Ja? Wat gaat de gemeente eraan bijdragen om het een groot succes te maken? Nou, allereerst hebben we het ook financieel bijgedragen. Samen met de provincie en samen ook met de ondernemers in de binnenstad. Om het evenement hier naartoe te krijgen financieel. En daarnaast is het natuurlijk voor ons de gelegenheid om iedereen gastvrij te ontvangen hier in de stad. Dus iedereen moet een gastvrij ontvangst krijgen in de stad. Dat is waar wij voor staan. Wat is jullie doel? Gaan jullie ervoor om de opbrengst van vorig jaar te verdubbelen of alleen erboven te zitten? Daar wordt mij altijd gezegd vanuit 3FM dat het geen wedstrijd is. Maar het zou toch mooi zijn als we inderdaad boven het streefbedrag van vorig jaar uitkomen. Ik vind 14 miljoen een heel mooi getal. We gaan naar 2014, dus symbolisch. Maar nee, daar gaan we natuurlijk voor. Hoe lang zijn jullie al aan het voorbereiden voor dit evenement? Eigenlijk vanaf het moment dat we weten dat ze hier naartoe komen. Dat is vorig jaar april geweest, 2012. Toen zijn we al voorzichtig begonnen, een projectgroep samengesteld hier binnen de organisatie, de gemeente Leeuwarden. En langzamerhand er naartoe gewerkt. En vanaf de zomer eigenlijk wel continu ermee bezig. Ja, 18 december gaat het al beginnen. Is Leeuwarden er al helemaal klaar voor? Er moet nog even nog dingen gebeuren, maar we zijn er 18 december zeker klaar voor. Jullie hebben er zin in? We hebben ontzettend veel zin in. En niet alleen wij, maar voor mijn gevoel de hele provincie.